Welkom bij deze video. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over de verschillende Tempur-matrassen. Want daar ontstaan soms nog wat verwarringen over. Omdat er inderdaad een aantal matrassen bestaan. Voor iedereen het juiste, zou ik zeggen. Maar we beginnen met de drie gevoelens van Tempur. We hebben de Original matras, de Sensation matras en de Cloud matras. De Original matras is de meest vast aanvoelende matras en die hebben we al denk ik 20 jaar in het assortiment. En die voelt altijd wat vaster aan. Ook als je daarop draait en keert, duurt het even een paar minuutjes voordat je echt het materiaal weer aan je lichaam aangepast is. Dan hebben we de Sensation matras. Die voelt sowieso al ietsje zachter aan en geeft meer ondersteuning bij het draaien en keren. Dus het is makkelijker te draaien en te keren op de Sensation matras. En dan hebben we de Cloud matras, zoals het woord al zegt, op cloud, op wolkjes slapen. Dat is de meest zachte matras en daar zak je iets meer in. En daar maakt het draaien en keren ook weer ietsje moeilijker. In alle drie hardheden of alle drie gevoelens hebben we dan verschillende diktes. De 19 cm matras, de 21, de 22 cm, de 25 en de 27 cm. Dus we hebben vijf verschillende diktes. En de dikte hangt ook daarvan af hoeveel Tempur-materiaal in de matras gebruikt wordt. Dus desto dunner, desto minder Tempur-materiaal. Dus de 19 heeft de minste Tempur-materiaal daarin zitten. Want je hebt altijd van onder nog een hoogwaardige HR-schermstof. Waardoor je niet blijft zakken op Tempur. En dan komt de Tempur-laag daarbovenop. Zo, de 27 heeft dus de dikste laag Tempur bovenop. En dan hebben we nog de Breeze matras. Die zorgt ervoor, die hebben we dus ook in al die drie gevoelens, in de Sensation, de Cloud en de Original. En die zorgt ervoor dat je als je transpireert, veel minder transpireert door een extra 3D-hoes die verluchtend direct aan je lichaam werkt. Plus nog een extra laagje verkoelend Tempur-materiaal. Dus ook daar moet je dan geen zorgen meer over maken. En die hebben we ook in twee verschillende hoogtes, in de 22 en de 27 cm. Onze ervaring is tot nu toe dat die Breeze matrassen in het algemeen iets vaster aanvoelen, maar toch dezelfde comfort geven als de andere Tempur matrassen. En zeker de voordelen hebben als je transpireert, dat je dan nog je vocht goed afgevoerd wordt en je daar absoluut geen last van hebt. Dus ik zou zeggen, slaap lekker en tot de volgende keer.